iets dat afgelopen donderdagochtend is gebeurd. In het Zeeuwse Westdorp kregen tussen 12:15 en 1:00 s'nachts meerdere vrachtwagenchauffeurs bezoek van berovers. De chauffeurs lagen rond die tijd te slapen in hun cabine. Bij een chauffeur aan de Traktaatweg, vlak tegen de grens met België, werd opeens een cabinedeur opengetrokken, waarop hij werd beroofd. Bij een aantal chauffeurs die hier op deze parkeerstrook stonden aan de Oostpoortweg, probeerden ook 3 mannen hun wagen binnen te komen. Daar op die Oostpoortweg is de beroving mislukt. En dat kwam omdat 1 chauffeur begon te toeteren waarop die daders vluchten. En ook hier wil de politie snel in contact komen met mensen die iets van die daders hebben gezien. We zoeken 3 mannen met mogelijk een lichtgetinte huidskleur die op 1 scooter zaten. 1 van de daders had een rode doek voor zijn gezicht. En mogelijk is 1 van deze mannen gewond in zijn gezicht geraakt. En inmiddels is duidelijk dat de 3 mannen op 1 scooter zijn gevlucht door bij de rotonde via de Bernhardstraat het dorp Westdorp in te rijden. Zag u iets, heeft u beelden of andere informatie over de berovingen? Tip. En dat mag uiteraard ook anoniem of in een vertrouwelijk gesprek met het TNI.